Goedemiddag en welkom in Baku. Dit was de arena als je terugdenkt aan het Christophe. Van een van de meest bewogen races uit de moderne geschiedenis. Aan Baku. Achter een safety car. Ik ga beginnen met Goed nieuws. Ik heb er een kwalificatie op zitten. We gaan eerst kijken wat het geworden is. Met Valtteri Bottas ernaast. Door naar de rest van de grid hebben we Jones. Jones, it's me. Dus ja, eerste keer ooit zo hoog kunnen kwalificeren. Derde plek. Geen idee dat het mij gelukt is, want ik had tijdens de practice sessions het qualifying program niet gehaald. Dat betekent onder dat mijn pace niet hoog genoeg was. Dat was mislukt. Maar de kwalificatie had duidelijk hoger tempo gereden. Oftewel de tegenstand. Maar ja, dit is echt wel een unicum hoor. Tweede rij, niet de front row. Maar ik kom vandaag weer belangrijke punten gepakt worden. Hopelijk is dat ook het geval. Alleen nog... de plaats vraagt niet, top 5 zou mooi zijn. Inderdaad, een beter resultaat moet zeker lukken. Top 5 proberen, top 7 of 8 kan ik ook alleen, want de snelle auto's zijn natuurlijk ook nog wel. Schade is hier, mag je eigenlijk niet rijden hier in Azerbeidzjan. De strategie ziet er goed uit. 13 ronden, ik ga een beetje meer meepakken. En dan gaan we starten en strategisch dit ziet er goed uit wel, ja. Hey Bottas jong. Goeie start. Laadplaats. Ook wel niet te veel, want Hamilton is daar wel aan gaan vliegen eigenlijk. Goeie start, inderdaad. Dit haalt dit stuk, maar ondertussen kan ik het wel redelijk door het kasteel rijden. Daar komt Bottas al terug met de overname. Kijken dat we langs de buitenkant iets kunnen doen. Oh, sorry. Was dat een botsing? Allee, rijdt door Bottas. Veel te laat geremd. Geen schade gelukkig.
Verstappen in mijn slipstream. DRS will be enabled this lap. You can use it when within 1 second of the car ahead and in the DRS zone. Een beetje vuil gespeeld misschien. Ja, ik ging voor ja, later remmen, maar ik moest iets te veel uitwerken. En daar had hij toch wel een beetje last van. Oh, kijk hoe snel hij op mijn wind. Be aware, we expect the grip levels to start falling away soon. In this lap, push now. Er liep daar wel weinig plaats. Er was ook niet veel plaats, maar kom, ik had me daar toch mooi naast gezet. Ai. Ja, jongen. Sorry hè, maar ik was aan het wegleiden. Is het mijn fout? Ik denk het wel. Ai, dat heb ik misschien wel. Oké. Eerste flashback. Sorry. Use your overtake button more. It's time to utilize some of this energy. Het is Perez die achter mij zit. Oh. Het is weer een jaar geleden dat ik hier gepitstop heb, dus ik was eventjes vergeten dat ik daar moest remmen, toch wel, ja. Er gaan nog niet heel veel mensen de pits in. Dat is goed, denk ik. Oké, deze keer staan mijn teammates niet met een extra voorvleugel in de pitstop of met een nieuwe voorvleugel, want de vorige was dat echt wel een drama.
Zoals je ziet probeer ik gebruik te maken van de hele track, het hele circuit. Bijvoorbeeld bij een bocht. Laat die rechterband maar buiten, het rechterdeel van de auto maar buiten het circuit gaan. Slaan je linker in, is het goed. Kijk hier bijvoorbeeld. Om zoveel mogelijk snelheid te behouden. Nog een paar aantal auto's ingehaald. Bottas nog voor ons. Slechte bocht dit. Hai, heb ik schade? Nee. Ah ja, jij toch. Juan Manuel. Oké, Vettel zette zojuist een nieuwe snelste ronde neer, dus geen schande dat hij ons inhaalde. Ah, amai. Dit heb ik mezelf bezorgd, ik kan niet terugspelen. Maar dit zal me wel de rest van de race hinderen. Zeker in deze bocht, denk ik. Okay, take it easy on the car. We can't sustain this level of damage. Het valt nog mee precies, maar meer, maar dat gaat er echt niet worden hoor. Ik voel het wel in de bochten. Maar zie je waarop dat die inlopen, jongen. Die komen echt eraan gesuist. Zie, jong. Oké, ik pak wel buitenkant. Klaatplaats. Ja, hallo. Zat me aan te tikken. Ik denk dat iedereen zijn pitstop ondertussen al gemaakt heeft. Dus ik ben eigenlijk al naar plaats 7 getuimeld. Nou, het zal moeilijk worden als ik het zo zie om top 10 te rijden. Mijn tempo ligt te laag met de schade nu. Fiat uit de sessie, dat is goed nieuws voor mij, want dat is mijn rivaal van dat moment.
Het was een mooie bocht, heel mooi. Zie hoe snel de heer is, jong. Kom aan. Hoe kan dat toch? Zonder moeite. Ja, op zo'n momenten zeg je eigenlijk het rempunt gewoon nee. Doordat ik klaar voor me zit, dus moet je inschatten wat ik vreselijk moeilijk vind. Zie, ik heb slipstream en DRS en dan nog haal ik die eigenlijk niet of amper in. Ah, dit was slecht. Ik had het eigenlijk niet mogen doen hier, want ik raakte niet meer op tijd geremd. Dankzij mij heeft ook Leclerc zijn positie aan Perez verloren. Dus dat was niet zo mooi eigenlijk van mij. Hier is niet echt plaats om te duiken, zeg maar. Nee, maar dit was heel niet. Met mijn schade gaat dit stuk ook veel moeilijker. Oh, ik ben ineens op P4 terug. Oh, dadelijk mannetjes. Mijn auto is gewoon veel te traag. Sorry, mijn fout, ik raak niet meer op tijd. Ik weet het rempunt daar niet zitten zonder de lijn. Maar met Leclerc zie ik niks. Laat door Leclerc. Het is beter. En er zit eigenlijk nog een hele trein achter me die mij nog perfect allemaal kunnen inhalen. Dus top 10 moet lukken, maar het is geen evidentie. Hoezo? Kom aan. Dat is toch niet oké? Iedereen vlamt mij voorbij. Dat was smerig, sorry. Ik ga hem terugspoelen, was niet eerlijk. Ik ga de positie aan Stroll gewoon laten, want ik had daar niks te zoeken. Nu eventueel wel, ja zeker wel, beter exit.
Dit was dan weer wel in orde. Say again, you're breaking up. Be careful with the front wing. You've taken some minor damage. No need to worry about tire condition for now. Everything's looking good. Wat voor... Ik heb er niet meer op geklikt, zo. Ja, met schade ligt mijn tempo gewoon te laag. Bedankt om het te melden, Jeff. Oh, oh, oh. Dat je toch. Nog twee rondjes om in de top 10 te blijven. Floorvleur ziet er niet meer goed uit. Tegenstelling op Monaco, waar ik wel terugspoelen voor de schade, heb ik dat hier niet gedaan. Maar in Monaco zat er ook wel wat frustraties, hier niet, of ja hier wel, maar dat speelde door het reis, het racen. Maar Raikkonen zit achter mij, die heeft dan een goede race zitten, waarop zit dan ook. Misschien zelfs zijn eerste WK-punten. Zie, dat is puur door Raikkonen en ik wil niet insturen op hem omdat hij daar zit binnen, maar ik haal die bocht niet als ik dat niet doe, als ik niet had insturen. Dus nu weet ik, even hier nog dan. Op dit moment is de koptelefoon ook weer in mijn hoofd aan het boren. Maar hier kom ik goed weg. Hoe kan dat? Dit kan ik misschien wel terugpakken. Oh, dit is op de softs, mij. De ene heeft dus meer grip dan een kick. En de Sane is ook daarnet. Sorry. Mijn fout weer. Flashback stapel is goed, maar deze doe ik omdat dit een nadeel was voor Raikkonen.
than a lap of fuel now. The tank is empty. Hoezo haalt hij me compleet in? Mijn batterij ben ik aan het open zweren, maar dat loopt nog niet. Jawel, bitch. Come on, come on. Ik kan het allemaal blokken, sorry. Sorry, strol. Het is voor mijn eigen best wil, jongen. Amai, ik ben er niet zo te veel over de race. Van 3 naar positie 9. Andere mensen als Raikkonen en Sainz hadden hadden duidelijk een betere strategie, want op het einde hebben ze me ingehaald alsof het niks was. Ik had er meer op uithalen, met 6 of 7 was ik player geweest. Het is plek 9 geworden, nog altijd mooi, het zijn WK-puntjes, maar 2 jammer genoeg. Het komt ook deels door de schade dat ik op het einde wat pace verloor. Maar ja, ik kon niet terugspoelen, ik heb enkel teruggespoeld als het echt te veel schade was of als ik andere mensen mee belemmerde. Maar het tempo, je ziet duidelijk, 1.46, dat is niet snel genoeg. Dan gaan we eens kijken naar mijn teammate, die is ook gezakt, niet goed. Naar de stand kijken, daar, Perez, die springt over mij. Ik zak naar plaats 8, niet goed. En de constructeurs zakken we ook. Jammere zaak voor het team en voor mij. Hopelijk heeft u wel kunnen genieten van deze race. En dan zie ik u heel graag de volgende keer terug. Tot dan. Bye bye.